Goedemorgen allemaal. Deze keer geen spandoek achter me, maar een boek op schoot. Op de bank. Ik heb een heel mooi boek. Het heet Niemand is zoals jij. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dan laat ik het plaatje straks wel even zien. Het heet dus Niemand is zoals jij van Max Lucado. En ik ga het voor jullie voorlezen. De Nerflanders waren kleine mensen van hout. Alle houten mensen waren gemaakt door Eli, een houtsnijder. Eli's werkplaats lag bovenop een heuvel, zodat hij het hele dorp goed kon zien. Elke Nerflander zag er anders uit. De een had een grote neus, de ander had grote ogen. De een was lang, de ander was kort. De een droeg een hoed, de ander een jas. Maar ze waren allemaal gemaakt door dezelfde houtsnijder en ze woonden allemaal in hetzelfde dorp. De Nerflanders deden elke dag hetzelfde. Ze gaven elkaar stickers. Elke Nerflander had 2 dozen met stickers. 1 met gouden sterren en 1 met grijze stippen. Waar je ook keek, in alle straten en steegjes, overal waren de mensen bezig bij elkaar sterren of stippen te plakken. De Nerflanders die er mooi uitzagen met glad hout en glanzende verf, kregen altijd sterren. Maar de Nerflanders van wie het hout ruw was of de verf afgebladderd, kregen stippen. De Nerflanders die iets heel goed konden, kregen ook sterren. Sommigen konden zware voorwerpen boven hun hoofd tillen of over een hoge stapel dozen springen. Anderen kenden moeilijke woorden of zongen heel mooi. Van iedereen kregen zij sterren. Sommige Nerflanders waren bedekt met sterren en elke keer dat zij een ster bijkregen, voelden zij zich heel gelukkig en wilden ze snel iets doen om nog een ster te verdienen. Maar er waren ook Nerflanders die weinig bijzonders konden. Zij kregen stippen. Hier zie je Nerflanders met hun talenten. Oh, dit is altijd zo'n mooie pagina. Kijk, komt het helemaal tot leven. Zien jullie dat? Wout bijvoorbeeld, steeds als hij probeerde net zo hoog te springen als de anderen, viel hij. En als hij viel, kwamen de andere mensen naar hem toe om hem stippen te geven. Soms gebeurde het bij zo'n valpartij dat zijn hout werd beschadigd, dan gaven de mensen hem nog meer stippen. En als Wout probeerde uit te leggen waarom hij was gevallen, zei hij per ongeluk iets geks, waardoor de Nerflanders hem nog meer stippen gaven. Na een poosje hadden de mensen zoveel stippen op hem geplakt dat hij niet meer naar buiten durfde. Hij was bang dat hij weer iets doms zou doen, zoals zijn hoed vergeten of in het water vallen. Dan zouden de mensen hem nog veel meer stippen geven. Omdat Wout nu zoveel grijze stippen had, kwamen de mensen soms zomaar naar hem toe om hem een stip te geven, zodat zonder dat hij iets verkeerds had gedaan. Hij verdient het om zoveel grijze stippen te krijgen, zeiden de mensen tegen elkaar. Hij is geen goede houten jongen. Het duurde niet lang of Wout ging dit zelf ook geloven. Ik ben geen goede Nerflander, dacht hij. De weinige keren dat hij naar buiten ging, trok hij op met andere Nerflanders die ook veel grijze stippen hadden. Bij hen voelde hij zich iets beter. Maar hij was wel eenzaam en verdrietig. Op een dag ontmoette hij een Nerflander die anders was dan alle mensen die hij ooit had ontmoet. Zij was van puur hout, zonder sterren of stippen en zij heette Lucia.
De mensen probeerden haar wel stickers te geven, maar de stickers bleven gewoon niet plakken. Sommige mensen hadden bewondering voor Lucia, omdat zij helemaal geen stippen had. Dus wilden ze haar een ster geven, maar de sterren vielen zomaar van haar af. Anderen keken op haar neer, omdat ze helemaal geen sterren had. Dus wilden ze haar een stip geven, maar de stippen bleven ook niet plakken. Hier zie je Lucia en Wout. Ik zou graag net als Lucia willen zijn, dacht Wout. Ik wil niet dat andere mensen stickers op mij plakken. Daarom vroeg hij aan de Nerflanders zonder stickers, hoe zij ervoor zorgden dat de stickers niet plakten. Eigenlijk is het heel makkelijk, zei Lucia. Ik ga elke dag naar Eli. Eli? Ja, Eli, de houtsnijder. Elke dag ben ik bij hem in de werkplaats. Waarom? Dat kun je beter zelf ontdekken. Loop de heuvel maar op. Hij is in zijn werkplaats. Toen draaide Lucia zich om en huppelde weg. Hier vertelt ze het aan hem. Ho, hier zit Wout in zijn kamer te bidden. Zo, zie je hem rechtop. Beetje lastig te zien misschien. Zou hij wel willen dat ik kom? Riep Wout haar na. Maar Lucia hoorde het niet meer. Dus ging Wout maar naar huis. Hij zat voor het raam en keek naar de houten mensen die druk bezig waren. Elkaar sterren en stippen te geven. Het is niet eerlijk, mopperde hij. Wout besloot naar Eli te gaan. Hij volgde het smalle paadje naar boven de heuvel op en hij stapte de enorme werkplaats binnen. Verbaasd keek Wout om zich heen. Wat was alles groot! De kruk was net zo groot als hij zelf. Hij moest op zijn tenen staan om op de werkplank te kunnen kijken. Er lag een hamer die net zo lang was als zijn hele arm. Wout slikte. Ik ga hier snel weer weg, dacht hij en hij draaide zich om. Toen hoorde hij zijn naam. Wout. De stem klonk diep en sterk. Wout bleef staan. Wout, wat fijn dat je gekomen bent. Kom eens dichterbij, dan kan ik je goed zien. Wout draaide zich langzaam om en keek de houtsnijder aan. Weet u wie ik ben? Vroeg de kleine Nerflander verbaasd. Natuurlijk weet ik wie je bent. Ik heb jezelf gemaakt. Hier zie je Wout bij Eli in de werkplaats. Spannend. Eli kwam van zijn stoel af, tilde Wout op en zette hem op zijn werkbank. Mompelde de maker toen hij alle grijze stippen zag. Ik zie dat de mensen jou geen goede Nerflander vinden. Het spijt me, Eli. Ik heb echt mijn best gedaan om net zo goed als alle andere Nerflanders te zijn. Oh, dat hoef je niet tegen mij te zeggen. Mijn zoon, het geeft niets. Ik trek me niets aan van wat andere mensen denken. Oh nee? Vroeg Wout verbaasd. Nee, en eigenlijk zou jij het ook niet erg moeten vinden. Zij delen sterren en stippen uit, maar alle Nerflanders zijn net als jij. Het maakt niet uit wat zij van je vinden. Het gaat erom wat ik van je vind. En ik vind jou heel bijzonder. Hier zie je de werkplaats met raampjes waar je een beetje doorheen kan gluren. Maar dat is ook niet zo goed te zien vanaf daar, denk ik. Wout moest lachen. Ik? Bijzonder? Waarom? Ik kan niet hard lopen, ik kan niet hoog springen. Mijn verf is afgebladderd. Waarom vindt u mij bijzonder?
Eli keek hem aan, legde zijn handen op de kleine houten schouder en legde zijn hand op de kleine schouders en zei met nadruk: omdat je bij mij hoort, daarom vind ik jou bijzonder. Ik hou van jou. Wout had nog nooit meegemaakt dat iemand zo naar hem keek. En dit was niet zomaar iemand, nee, dit was zijn maker. Hij wist niet wat hij moest zeggen. Elke dag hoopte ik dat je bij me zou komen, vertelde Eli. Ik ben gekomen omdat ik iemand heb ontmoet die niet was beplakt met sterren of stippen, legde Wout uit. Ik weet het. Ze heeft me over jou verteld. Hoe komt het dat de stickers bij haar niet blijven plakken? De maker sprak rustig. Omdat zij besloten heeft dat wat ik van haar vind belangrijker is dan wat de mensen van haar vinden. De stickers blijven alleen plakken als je dat zelf wilt. Oh ja? De stickers plakken alleen als je ze belangrijk vindt. Hoe meer je op mijn liefde vertrouwt, hoe minder belangrijk je de stickers van andere mensen vindt. Ik weet niet zeker of ik helemaal begrijp wat u zegt. Hier, nogmaals, Eli en Wout. Eli glimlachte. Wacht maar. Je zult het wel gaan begrijpen. Je hebt nu heel veel stickers. Kom elke dag maar bij me, zodat ik je kan laten merken hoeveel ik van je hou. Eli tilde Wout van de werkbank af en zette hem op de grond. Vergeet niet, zei Eli toen de Nerflander de deur uitliep. Jij bent bijzonder omdat ik je heb gemaakt en ik maak geen fouten. Toen Wout de werkplaats uitliep, dacht hij, volgens mij meent Eli het echt. En terwijl hij dat dacht, viel er een grijze stip op de grond. Hier valt hij er zo vanaf. En dat was het verhaal. Ik vond het een mooi verhaal en passend bij het thema van deze maanden. Talentenjacht. Nou, deze mensen hebben allemaal talenten. Zelfs Wout heeft talenten. Maar het is ook een verhaal over de Heere God. Dat hij je belangrijk vindt zoals je bent. En dat je je niet anders voor hoeft te doen. Dus misschien zag je vorige week of een tijdje terug een talent voorbij komen waarvan je dacht, hé, dat zou ik ook wel willen. Dat heb ik niet. Wat jammer. Ik ben vast niet zo bijzonder als zij of als hij. Maar dat is niet zo. Je bent net zo bijzonder. In Gods ogen ben jij heel erg bijzonder. En hij houdt van jou. Net zoals Eli van de houtsnijders houdt. Ik heb ook nog andere boeken. Gewoon omdat ik het heel leuk vind om te lezen. En omdat het vorige week de Nationale Voorleesweek was. En omdat we ook stilstonden gisteren bij de herdenking van de Holocaust. Dat is, dat is iets uit de Tweede Wereldoorlog. En daar kunnen jullie meer over lezen. Bijvoorbeeld in dit boek van Anne Frank. Het heet Buiten is het oorlog. En Anne Frank was een Joods meisje die haar dagboek heeft geschreven over de tijd dat ze in het achterhuis was. Nou, eerst leefde ze gewoon als gewoon meisje. Toen zat ze ondergedoken in het achterhuis. En daarna werd ze gevangen genomen. Dat staat in dit boek en daar ben ik nu in het lezen. En nog niet helemaal uit. En ik ga ook niet verklappen hoe het precies afloopt. Het is een heel mooi geschreven boek over vanuit Anne Frank zelf. Zeker een aanrader voor de iets oudere kinderen. En deze ook, heb ik pas gelezen. Het is van mijn dochter.
Hij heet Fatima en Naomi. Het gaat over drie meiden, Lika, Naomi en Fatima. En zij ontmoeten elkaar op de een of andere manier. En zij leren over de Heer Jezus. Twee van die meiden, Naomi en Fatima, kenden de Heer Jezus nog niet. En Lika gaat hen over hem vertellen. En dat is hoe wij ook een voorbeeld mogen zijn in onze omgeving, in onze wereld. Dat wij een voorbeeld mogen zijn voor anderen. Ook een heel mooi boek om te lezen. Nou, zo zijn er nog wel meer boeken. En wie weet, hebben jullie ook nog leuke tips voor mij? Dan wil ik die graag horen. Dus stuur ze maar in de bab. Want ik hou ontzettend van lezen. Ik ben op dit moment 3 boeken tegelijk aan het lezen. Dus als je ideeën hebt, wil ik die zeker horen. Maar het duurt nog eventjes. Voordat ik die allemaal kan lezen natuurlijk. Voor nu wens ik jullie een hele fijne zondag en veel leesplezier. En nogmaals, God vindt jou bijzonder. Doei!